Asian Latin for the Stairs and Women Rights in Mensen voor de vierde week van oktober 2017. De week begin vanaf 23 tot en met 29 oktober. Het is een week van vuur en de energie en de zodiac energie van water. Zeer positive week voor jullie. Het is een week voor innerlijke rust. En dit is voor de mensen tussen de leeftijd van 18 en 35. Neem wat innerlijke rust voor jezelf, oké? Niet out there. Stil. Hou dat stillness in deze week. Neem de tijd af om even te stilten. Maandag is zeer positief. Je numbers zijn 9 en 10. 99, oké? Maandag heb je de 9 van Pentacles. Zeer positief. Whatever de situatie is, je hebt de 9 van Pentacles en de 10 van Pentacles. This is so powerful. This is zeer positief. Whatever the situation is, it is zeer positief, oké? So, maandag is een aarde element en whatever financial help that you have nodig komt naar je toe. Dinsdag is de water energie. Het is de 9 van cups en nog een 9. Positief. Je winsten en droom komen uit en je zit hard te werken daaraan. En dit is zeer positief. Of positief voor de mensen die studeren en dat soort of ding. Of je bent op zoek naar iets en dat soort of geleden item. Positief voor de samenwerking in groups en in family. Dus dinsdag is zeer positief. De kroning van de week. Kroning van de week is de energie van de dovel. Energie van dovel is deze week van seks, drugs en rock and roll. Oké, voor jullie. Stier mensen is de week van seks, drugs en rock and roll. Dus heel veel mensen gaat even voelen dat je bent echt je voelt je seksualiteit. Kom op en je wil even gaan voelen, je wil even gaan, whatever, geniet daarvan, maar pas wel op, oké? Donderdag heb je de 10 van staven in het omgekeerd. Whatever heb je gedragen voor heel lange tijd. Het is nu tot een eind gekomen en je gids en engel hebben echt intervene. En wat ze doet is, je zit te bidden te vragen om help. En nu ga je even zien dat whatever loss dat je hebt gedragen, het is nu tot een eind gekomen. Vrijdag en nog een dag waar je hebt mee te maken met je gedachten voor sommige mensen. Mensen dat hebben negatieve gedachten, dat zitten spoken, dus is nu tot een eind gekomen. Sorry, whatever the situation was, ik word ziek, sorry. Whatever the situation was, it is. Ik had even zien dat alles wat leugens en dat soort of ding dat was verteld, nou komt de waarheid boven water op. Voor de mensen die zit je echt in je rug om te steken en dat soort of ding. De sun komt uit en de sun is zeer positief omdat met de energie van de zon krijg je innerlijke kracht terug en je gaat even stralen. En als je even bekijken hoe de zon hier over deze man en zijn lichaam en zijn sixpacks echt zo leuk, dan zie je hier dat je energie, wat als je bent van plan iets om te doen om zaterdag, ga voor het, omdat het gaat je best wel lukken. Zondag heb je een situatie met de koningin van de zware en de en dat is een waterman weeskolle of een tweeling. En sommige mensen, dit kan je vader of moeder zijn. Iemand die is een raamleer of boodschotter. Deze twee kunnen dat, het is jullie moeder. Whatever de situatie, moeder en vader. Whatever de situatie is, wees voorzichtig hoe je gaat deze situatie in hand genomen, oké? En niet, niet met de harde woord overkomen naar je ouders. Weet je, probeer even whatever de situatie is om even
En ze hebben niks mee te maken met je ouders. En ik heb mee te maken met andere mensen. Omdat de lukt mensen. En deze mensen die komen met scherpe woorden en dat soort dingen. En stand back en laat ze even lullen. Als we altijd zeggen in Nederland. Omdat ik hou van zulke mensen. En ze gaat even zulke dingen doen. Ik laat ze even lullen. En ik denk, oké, ben je klaar? En weet je, want ja, als ik begin om in zulke energie en zulke situatie om te gaan, ik word moe. Dus ik heb geleerd, sinds dat ik heb met mijn spiritualiteit, ik laat de mensen even uitlaten. Omdat soms moeten ze het gewoon uitlaten. Dus ga daar niet in. Ik reageer anders op met mensen en bepaalde dingen. Ik laat ze gewoon even lullen. En weet je, have respect. Oké, ben je klaar? Oké, bedankt voor de informatie. That's it. Oké? Ga daar niet volop in. X-ray vision, dat betekent dat je ziet dingen dadelijk. Je ziet nou dingen heel dadelijk. Je ziet de dingen nou heel dadelijk. Het is like alles. Je ziet echt heel dadelijk. Whatever speelt around jou. Je gaat het echt zien. En het komt op heel dadelijk. Ik vraag jullie allemaal om even 3 winsten voor jezelf. Om te gaan doen. En 3 winsten voor andere mensen. Winst de mensen goede dingen. Omdat alles wat is goed. Wat je winst de mensen. Dat is wat komt terug naar jou ook naartoe. En ik ga het even zeggen. Dames en heren. Laatste na de laatste stukje van de maandelijke video. En ik wens jullie een zeer fijne week.